initiatief op vergunning, waaronder geluidsoverlast. Dan is het toch ook belangrijk dat de gemeente initiatieven überhaupt toetst op bepaalde wet en regelgeving. Omwille van bijvoorbeeld rust in de wijk of dat er geen alcohol geschonken wordt, alcoholvergunning. Dus het is toch ook begrijpelijk dat voordat zo'n initiatief wordt goedgekeurd, dat daar ook naar wordt gekeken. Dus of het overlast voor anderen kan veroorzaken, of als het om alcohol gaat en dat soort dingen. Of als het een bouwtechnische ingreep heeft, dat het goed in elkaar zit, dat het niet kan instorten of gevaar kan leveren. Dat voor initiatiefnemers dat die daar wel over moeten nadenken. Jij zegt eigenlijk, die regels zijn er niet voor niks, die zijn er ook nodig. Ja. Ja. Checklist, toch? Ja, dat zou je een checklist kunnen noemen. Het past eigenlijk heel goed bij wat je zegt. De discussie die aan de initiatiefontwikkeltafel gevoerd wordt, daar is dit natuurlijk een argument voor. Wat meneer zei is ook helemaal waar. Dat is precies waar we met elkaar naar het zoeken zijn. Naar hoe kunnen we elkaar zowel in taal vinden als in de plannen die we gaan maken. Mag ik jullie half uur hartelijk bedanken. Vragen om weer te gaan zitten. Zodat Rinske misschien hier wel een afsluitende conclusie aan zou kunnen verbinden. Mag ik het volgen, Rinske? Voor mij wel. Ik hoop dat het voor het publiek te volgen was. Maar ik vond het wel erg leuk om te zien. Wat we wilden laten zien is dat je... vanuit die verschillende invalshoeken, iedereen heeft zijn eigen denkraam. Het financiële denkraam, het denkraam van het algemeen belang. Hè? Zo zie ik eigenlijk het denkraam van de gemeente. En het denkraam van de sociaal ondernemer die gewoon iets wil bijdragen aan de stad. Iets heel specifieks, in dit geval een gedichtensnoer. En wat je zag in de discussie is dat het van de sociaal ondernemer ongelooflijk veel wordt verwacht. Want je moet... Er werd vanuit die paradigma's gezegd, ja, draagvlak, het moet draagvlak zijn, want anders dan kan het niet. En het moet financieel bestendig zijn, want anders dan kan het niet. En je moet dus heel erg veel verschillende capaciteiten hebben als sociaal ondernemer. Je moet een duizendpoot zijn, je moet financieel inzicht hebben, je moet mensen aan je weten te binden, je moet vertrouwen kunnen wekken, je moet ongelooflijk veel doen. En wat hier nu niet echt kon gebeuren, omdat we niet helemaal een natuurgetrouwe situatie hebben, maar is dat je in die gesprekken, ook vanuit het paradigma van de gemeente en van de bank en van dieren, dat je kunt kijken, wat kan ik doen zodat jij in dit geval weer een stap verder komt. En dat kan heel breed zijn. En dat is eigenlijk voor mij in essentie een faciliterende opstelling. En dan ga je elkaar beter verstaan. Dus wat kan ik doen vanuit mijn positie, zodat jij op jouw manier weer een stap verder komt. En terwijl je niet zegt, ga jij op mijn manier jouw initiatief doen. Nee, het is jouw manier, het is niet mijn manier. Ik zou het heel anders hebben gedaan. Maar het is jouw manier. En ik ga er eigenlijk ook niet over, want jij gaat het gewoon doen. Maar kan ik iets bijdragen vanuit mijn positie, zodat jij weer een stap verder komt. Het is echt krachten bundelen. Dat is het mooie. Ja. Je laat iedereen in zijn waarde, of zowel de financiële sector als de bewoner. Je laat je in waarde. Je kijkt waar de kracht is. En dat breng je samen voor met de gemene delen de win-win, waar we het nu ook over hebben. Ja. Ja. En een ander punt wat mij opviel is dat er werd gesproken over een initiatievenbudget, er werd gesproken over een stimuleringsfonds. En dat is hartstikke fijn, die hebben we voorlopig ook allemaal nog nodig. En tegelijkertijd zijn die subsidie-instrumentaria ook nog manieren om het in die aparte wereld te houden. Want het zijn geen opdrachten zoals je zaken doet met professionals in de andere hoek. Dus, en nou ja, daar moeten we ons van bewust zijn dat initiatiefbudgetten heel erg belangrijk zijn om dingen nu te helpen opstarten. Maar dat we ook andere instrumenten moeten gaan ontwikkelen om zaken te gaan doen. Maatschappelijk aanbesteden, opdrachtverlening, gelijk. Want subsidie is kan op den duur een beetje ongelijkwaardig blijven. Hè? Dan blijven het leuke projectjes, heb ik ook nog een budgetje voor. Nee, het is mijn werk. Ja, volgens mij, je zegt twee dingen. Volgens mij is het laatste wat je zegt een opgave voor ons allemaal, voor de hele maatschappij, om te gaan zoeken naar nieuwe manieren om maatschappelijk te kunnen ondernemen in plaats van dingen vanuit subsidie te doen. Ja. En het andere wat je zei is misschien een mooie om jullie mee te bedanken en naar huis te sturen vandaag. Kun je op zoek gaan naar, als er wat voor initiatief is om je heen, wat jij vanuit jouw eigen rol kunt doen om de ander verder te helpen. Neem dat mee. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Je hebt nog een vraag? Ja, ik heb nog een vraag.
Ja, dat is een hele goeie. Ja, kom nog even terug, dat is misschien wel leuk, toch? Ja, dankjewel voor je alertheid. Deze mensen, Barbara is de enige die echt is van gedachtenlezer.com. En misschien weet dat je het kort zelf kan doen. Barbara, gedachtenlezer.com, dat weten we. Wie ben je echt? Wie is echt? Ik ben de wijkregisseur in Vleutende Meer. Wel gemeenteambtenaar. In het echt. Maar je hebt het een beetje uitvergroot. Ja. Ik ben initiatiefnemer en bewoner in Leidse Rijn. En 95% van wat ik zei was waar. En buurthuis? Maar het buurthuis ook, was ook waar. Ook waar, ja. Maar de frustratie was een stuk minder waar. Helder. Ik ben de accountmanager voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Nieuwegein. Dat gaat er hoe betreft. Beetje waarheidsgetrouw, een beetje uitgegroot. Toch? Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.